Lucilla. Zeker. Oh ja. Yeah. Super cool, jongen. En een lasso gevonden, liefst. Hallo. Wat een mooie ring. De volgende zon. Dat is een hoe? Ben jij het juwelenboefie? Een hele goede morgen. Bellinga's Cowboy Family. Ja. Vandaag is het zover. Vandaag gaan wij de videoclip opnemen van Cowboy. Ja, het gaat heel erg leuk worden. We hebben heerlijk geslapen. Hier in deze mooie boslodge. Geslapen als roosjes. En we gaan het beleven. Dus kijk weer gezellig met ons mee. Wij zijn gisteren al aangekomen hier in het superleuke huisje. We zitten hier bij Het Zand, heet het. Recreatiepark Het Zand. En we hebben hier een super schattig... leuk boshuisje. En daar tegenover ons zitten Yilmaz met zijn vrouw en zijn twee kinderen. Die zijn mee om ons een beetje achter de schermen te helpen. En het huisje daarnaast, daar zit Jelle. Jelle is de cameraman of de regisseur van de videoclip. En de cameraman zit ook daar in dat huisje. Omdat we dan, dit is best wel een eindje rijden. Dus dan zijn we allemaal lekker op tijd bij elkaar straks op de filmset. Want vandaag is het zover, jongens. Vandaag gaan wij de videoclip opnemen. En Lucilla is hier al helemaal een cowgirl. En Luxie ook is ook een cowgirl. Heel mooi, schatje. En hier zit Luan met zijn cowboy hamster. En die krijgt vroeger ook een rolletje, of dat niet? Dat is het oude kooi. Nee, hele goede morgen. Lekker geslapen. Lekker geslapen? Jazeker. Wil je nog een koffie? Nee, we gaan... Nee, we rijden even naar de poort, hè? Ja, toppie. Wij zijn aangekomen op de locatie waar we jouw clip gaan opnemen. Een superleuke locatie hier bij de Lodge. De Lodge is een superleuke feestlocatie waar je partijtjes, feestjes, allerlei dingen... Nee, we gaan daar, dan gaan we naar binnen. En hier heeft Dave een super leuke, gave Country Western Village zelf nagemaakt. En hier kun je allerlei feestjes en leuke dingen houden. En wij gaan hier dus onze videoclip opnemen. En we hebben het al een keertje gezien. Ja. Het ziet er super, super cool uit. Het is net echt alsof je even weer terug bent in de Country Village. En we gaan eens even kijken. Dit is de poort van de village waar wij dus de videoclip gaan opnemen. Kijk eens. Dit ziet er cool uit. Kijk. Wauw, met die zon. We hebben zon vandaag. Dat ziet er super vet uit. Hey Lucilla, heb jij je badpak meegenomen? Nee. Nee? Dan had je er zo even in kunnen springen. Zie je dat? Wauw. Goedemorgen, waterval. Dat is mooi, hè, Luxie? Dat ziet er mooi uit. Wil jij even zwemmen? Nee. Nee, schatje. Een goedemorgen. Hallo. Hey. Kijk, kunnen we hier naar binnen? Ja. Hier is de supermooie feestlocatie. Waar het spektakel gaat gebeuren. Goedemorgen. Goedemorgen, Dave. Goedemorgen. Hartstikke leuk. Ja, ja. Weer te zijn, joh. Mooi. Super. Leuk dat jullie er zijn. Ja, en dat is Jelle. En Jelle die is de regisseur van de videoclip. Goedemorgen, Jelle. Hi. Het gaat allemaal beginnen vandaag, jongens. Kijk, hier ligt alles al helemaal klaar. Dit hoekje van Lucilla en mij hebben we hier opgebouwd. En dan gaan we hier even lekkere poetertjes op doen. Ja, een lippenstiftje. Ja, en een lippenstiftje, want dat hoort er natuurlijk wel bij. Waar zullen we mee beginnen? Eerst even met een poedertje. Oh, joh, heb ik hier neergelegd. Weet je op? Nee, anders kan ik niet make-up. Anders kan je niet make-up. Even kijken. Hier even af. Ja. Cowgirls outfits aan. Yeah. En we gaan nu met een zonnetje
eerste shot opnemen met volgens mij de drone. Kom maar, Luxie. Kleine cowgirl Luxie. Kijk dan. Daar komt Luxie aan. Oh, schatje, wat zie je er leuk uit, liefie. Springtouw meegenomen voor Luxie en Lucilla. Luxie moet draaien. Luxie draaien? Gaan wij draaien. Eén. Dat moet Luxie nog een klein beetje leren, volgens mij. En wie hebben we hier weer? Claudia! Ja, goedemorgen! Met het zonnetje op ons gezicht. Oh, heerlijk. Echt super dat het zonnetje er vandaag bij is. Kijk, dit is het super mooie village dorpje. Waar wij dus de videoclip en de serie, dat gaan we morgen doen, gaan opnemen. Maar vandaag de videoclip. Kijk, je hebt overal van die hartstikke leuke huisjes. Je hebt daar een store, een winkeltje. En wasserette. En daar heb je het office van Sheriff Dan. Daar heb je een hoefsmid. Daar heb je een hotel. En daar heb je de saloon. En jullie zien hier ook van allerlei dingen opgebouwd zijn. Want er gaat iets heel spannends gebeuren. Met dat en iets, zoiets. Luan krijgt volgens mij nu een beetje de instructies. Woezel en Pip die zijn er ook bij. Is Woezel naar de kippen? Woezeltje. Woezel niet bij de kippetjes. En we hebben zo geluk, jongens, met dit prachtige zonnetje. Want dan ziet het er echt super mooi uit. En Sil, dan wordt het ook weer wat warmer, hè? Hé, liefie? Ja. Wat ga je doen, jongen? Vertel. Luan, jij gaat een super coole, vette, stoere, gave stunt doen. Want wat ga jij doen? Daarbij pakken. Hij gaat de dief pakken en dan springt hij van het hotel af, hè, jongen? Ja. Maar ja, om nou zomaar van het hotel af te springen, dat is nou niet echt handig. Dus, maar, wat hebben we ervoor bedacht? Ja, even een stuntpak aandoen. Een stuntpak. Waar het dan iets veiliger is. Hartstikke goed, jongen. Dus hij gaat nou even in zijn stuntpak. Dat is een stuntpak en dat wordt helemaal op maat gemaakt. Dat hij natuurlijk wel op een veilige manier naar beneden springt. Inmiddels is Luan klaar voor zijn stuntshot in de videoclip. En hij vindt het natuurlijk helemaal geweldig. En als het niet goed voelt, moet je het zeggen. Nee, dit voelt goed. Ik ga niet overgeven. Wat? Goed, jongen. Wow. Hij gaat gewoon... Hé, jij met je hoogtevrees. Ja, ik heb een hoogtevrees. Volgens mij heb je er geen last meer van. Wat is dat, Luxie? Het Luan in de lucht. Heel cool, kerel. Superman. Luxie, wat doet Luan nou? Ging Luan helemaal boven op het dak? Dat is grappig, hè? Ze snapt er niks van. Nou, wij zitten hier lekker in het zonnetje. En Luan die krijgt nu het pak onder zijn kleren aan. Want hij moet natuurlijk niet zien dat hij dat pak aan heeft. Dus hij wordt nu even omgetoverd als een echte stuntman. Met het kostuum onder zijn blouse. En dan gaat hij zo van het gebouw afspringen. Ah, wat is daar? Wat is daar? Lucilla ziet het al, hè? Dat is het paardje. Kijk. Hallo. Die is leuk. Kijk eens hoe schattig. Hoe heet die? Pucky. Pucky. Oh, Lucilla, dat is Pucky. Zie je dat? Nou, Lucilla, zit jij op Pucky? Cool, jongen, cool. Vet. En actie. Yay. Woehoe. Yes. Come on. Oké, jongens, ga meteen nog een keer stoppen. Zeg stop. Camera loopt en actie.
Yes! Woo! Wow! Camera. En actie. Oké, zet maar op. Kom maar. Kijk maar naar het paard. Kijk naar het paard, heel goed. En omhoog. Ja, die was goed. Woe. En actie. En nog een keer naar het paardje kijken en weer omhoog. Kom. Blijf kijken naar het paard, hè, als je boven bent. Ga maar lopen. Hup. Actie. Even kijken. Wat vond je ervan, jongen? Oh, even bukken. Och, wat vond je ervan, kerel? Zo, dat was cool. Nee, dat was weet super je wat ik cool. Alleen maar eng vond? Nou, wat vond jij? Nou, ik ben blij dat ik van de hoogtevrees af heb. Ja. Maar weet je wat ik wel nog eng vond? Ja? Nee. Want ik moest naar het paard blijven kijken. Ja? Blijven kijken. Maar ik wou dat dampje in de gaten houden. Ja? Want anders kon ik nog mijn rug gebroken. Ja. En dat vond ik nou het altijd het engste. Dat ging wel echt heel goed. Ja. En wat ze nu dus doen, jullie hebben dus gezien dat we twee keer deden. Dat Luan van boven naar beneden ging en van beneden naar boven. Maar het paardje en Luan blijft, ja, dat is toch wel lastig om dat bij elkaar te krijgen. Van boven naar beneden. Dus het shot in de videoclip, volgens mij gaan ze dat dan terugspoelen. Dus dan zit hij van beneden. Dus dan zit hij van beneden en dan gaat hij naar boven en dan spoelen ze dat terug. En dan lijkt het net alsof dat je erop springt. Ja, nou dag paardjes. Dank lieve paardjes. Paardjes gaan even lekker pauze houden, hè Lu? Ja, supergoed. En dan gaan we nog close-up shots van jou maken, hè? Super cool, jongen. En Luxie vond het ook leuk, hè? Ja, Luxie zit helemaal te kijken. Luxie wel leuk, hè? Ja, er is een draad. Die zit in aan Luans blouse vast. Dan hebben ze een gaatje hier in zijn blouse gemaakt. Kijk, dat zit eronder. En dan kan die zo aan het draadje hangen, Luxie. Ja. Grappig, hè? Ja. Ja, wacht, de grote show. En Lucilla heeft ook haar paardje gevonden, hè, Sil? Sil zit ook lekker op het hobbelpaardje. Ja, er is ook nog een ander paardje, een echt paardje voor jou, hè? Beland bij de laatste scène van het ponnetje. Luan met zijn pony. En daarna gaan we, volgens mij gaan we daarna de dansscènes en dat soort dingen doen. Het is een klein beetje uitgelopen omdat de stunt natuurlijk best wel heel goed en exact goed op de film moet staan. Maar hij gaat nu nog een laatste scène doen met de pony. Volgens mij vindt hij dat niet zo erg. Ja. Pukkie is een paard. Heel oud paard. Ja? Moet je er weer op gaan zitten? Ja. Stoer, jongen. De meisjes die zitten even lekker hier op een steentje samen wat te eten. Lekkere, ja, wij noemen het bijenkoekjes, hè? Dus cornflakes is dat. Leon heeft hier de laatste scène met zijn paardje. Je voelt binnen maar een kaartje. Katje of Ferrari, maar rijdt als Pukkie Sapi. Maar jij bent hier de baas niet. Nee, je hoeft me niks te vertellen. Want ik ga sneller te stellen. Je voelt binnen maar een kaartje. Katje of Ferrari, maar rijdt als Pukkie Sapi. Maar jij bent hier de baas niet. Ik ben een cowboy met een lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop.
Dus is daar goed. Ik ben een cowboy met een lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan mijn kant. Ik ben een cowboy. Ik ben een cowboy met een lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan mijn kant. Ik ben een ik ben een cowboy met mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan mijn kant. Ik ben een cowboy. Oh, ik ben een cowboy met mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan mijn kant. Ik ben een cowboy. Zien. Zijn knappertjespistool. Maar het klinkt als vuurwerk. Ja, het is ook een soort vuurwerk wat erin zit. Hè? Alleen aan het knappertje. Ja. Het is tijd om de dansscène op te nemen. De meiden zijn er allemaal klaar voor. Maar volgens mij, Sheriff of the High Five. Want het is eindelijk zover. We gaan zo meteen lekker dansen. En wat we altijd doen in de danswereld en de theaterwereld, dan geven we elkaar altijd toitootjes als gelukwensing. Dus dat heb ik ook voor jullie. Ik heb voor jullie allemaal een kleinigheidje. En dat brengt geluk en succes. Dus kun je er extra van genieten? Deze is voor jou. Ik heb er ook een voor jou. Luxie. Dit is allemaal eentje. Ook eentje voor Daniel en Farah. Oh, wat lief. Een toitooitje. Wat zit erin, Luan? Ach, kijk, dat is een toitooitje. Dat is om geluk te wensen, hè? Succes te wensen. Ach, kijk dan. Lieve Luan, toitooitooi. Oh, liefst Claudia van Div Dance Center. Dat is super lief. Doe maar een jaszak. Nou, dankjewel, Claudia. Ja, heel erg lief. Ja. Heb je ook een toitooitje gekregen? Hé, hey, van Claudia. Ja, ik zie het, liefie. Dit is een klavertje 4, Luxie. Die brengt geluk. Oh, is het aan je dansscène, hè, kerel? Met alle danseressen. Heb jij de lasso gevonden, Luxie? Oeh, ga jij ook dansen? Nee, doe dan maar wel snel open. Want dan haal ik dat knip ik eruit. Breng die maar naar Luan toe. Breng die maar naar Luan. Ja.
Ik ben een cowboy met een lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen op mijn hand. Ik ben een cowboy. Koning te rijden. Een stokkaart is een adem. Op paardje op. Zie mijn charme in mijn boots. Duimpje omhoog. Al mijn selfies is daar goed. Ik ben een cowboy. Ik ken dan. Hey, hoe is dat, jongen? Let jij het sier aan? Heel goed, hoe is dat? Hoe is dat net op? Mooi, oké. Okay. Mooi, hoe is dat? Woestel past op de iPhone van de baasjes. Ja, vriend. Camera, als Jelle ja zegt, breng jij het zakje. Ja? Ik ben een cowboy. Ik ben een cowboy, met een lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop, iedereen aan mijn kant. Ik ben een cowboy. Goed zo. Ja, Luxie, dan gaan we brengen aan Lua. Dans maar mee, Luxie. Dankjewel, Luxie. Super. Volgende scène die is aan de beurt. En er gaat iets gebeuren met Daniel en deze matras hier voor de deur. Maar wat? Dat weet ik nog niet precies. Hij krijgt nu uitleg van de stuntman. Wow, alles goed? Ja? Cool. Ja, coole stunt hoor, hele coole stunt. Leuk hoor. We gaan de volgende scène opnemen en dat is hier in de saloon. En hier gaat iets heel spannends gebeuren. Kom maar, Luan. Ja. Jij moet sneller komen. Je moet meteen erachteraan komen. En dan moet je niet om je eigen lichaam lachen. Dat heb ik goed gedaan. Ja, papa, hè? Het is super goed, maar hij lacht er nou om zijn eigen grap. Hallo. 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 Dat vindt hij heel moeilijk. Superleuk. Zo, jongen, wat vind je daarvan? Je vader zo, hè? Supergoed, man. Doe je echt supergoed. Ja. Hè? Ja. Kom maar, en actie. Camera loopt en... één melk graag. Kom maar. Woehoe! Mooi. Oké, even om... Heb je nog die baby...
En die jassen heb je al wild. Nee, je hebt die jassen daar wegpakken. Hè? Ja. Is dat wel? Mama! Mama! Ja? Mama! Mama! Oké. Okay. Die jas hier was, staat erin. Er staat een fotocamera hier op de goede chico. Zo, nou Farah, in jouw bar. Hoe is het hier in de bar, Farah? Welkom in de bar van Bellinga Kampen. Ja, Farah, bar. Een glaasje melk? Heel graag, dank je. Hallo Farah, mag ik de shirt wel drinken van jou? Ik heb ontzettend dorst en een mooie ring. Maar ze denken dat ik een ring heb gepikt. Maar ik heb mijn duurste paard ingerold voor die ring. De sheriff kan alleen keer spelen op piano, daar komt hij, hè? De volgende stunt is aangebroken en dat gaat Luan weer doen. Hij heeft een hele speciale fles. Dat is een, hoe noem je ook weer zo'n fles? Een breakaway, suikerglas. Een suikerglas. Dus dan gaan we doen alsof jij papa met een fles gaat slaan. Maar dat is dan... Wel veilig. Juist. Veilig. Heel erg goed, Luan. Dit is helemaal niet veilig. Ja, die kan je ook niet mogen. Met die brokjes vast in de dag. Oké, zo de handen. Nee, daarom niet. Okay, stoer, hè? Dus je mag gewoon lekker hard op papa's hoofd zo paal. Hey, Pipje. Pipje staat er ook mooi op, hè? Een woezel ook, een jongen. Ja, kerel. Jullie zitten ook in de videoclip, hè? Naar beneden zakken. En kat. Zo, onze saloon scène zit erop. En nu gaan we de andere scène doen. Het is de bedoeling dat er wat gestolen wordt. En de meiden die gaan hier zitten. En dan gaat Lucella iets stelen. Omdat natuurlijk de boef moet gepakt worden. En kijk, Luan, wat heb je in de haar? Kijk, ze heeft iets heel moois in de haar. Heel erg mooi. Nou, ze hebben er gelukkig nog lol in. Dank jullie wel. Ik zou jullie nog lekker eten. Ik zou zo meteen nog even doei zeggen, ja? Dag lieve meiden, dankjewel voor jullie dansen. Doei doei. Heel goed gedaan hoor. Smakelijk. Goedjes aan jullie vader en moeder, hè? Wordt leuk, jongen. Nou, de laatste scène staat erop. Nou, goed hoor. Die laatste scène staat erop. Kijk, dat zou jij zo. Ja, nu mag je wel zien. Doeg, doei. 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 Zo, nu zijn we weer binnen in de saloon. En nu gaat Luan hier daar weer een scène opnemen. Je hoeft niks te zeggen. Nee, gaat in zo. Lekker kaasje eten. Camera. Hoppaatje hop, zie me shinen in mijn boots. Duimpje omhoog, al mijn selfies in zijn goed. Ik ben een cowboy, met de lasso in mijn hand. De hoed op mijn kop, een paardje en dat is aan de kant, ik ben een cowboy. Duimpje omhoog, al mijn selfies in staat goed. Ben jij een juwelenboefie? Niemand... Nee! Nee, niemand had jou verdacht. Hij is er wel heel mee. Als jij de jaar roept, dan loop je naar Luan. Ja, jij mag zo meteen lopen naar Luan. En dan gaan ze filmen dat jij daar aan Luan de juwelen brengt. Want jij bent dan weer de juwelenboef. Boef, kijk, er zit ook nog een hond in de gevangenis. Dat is ook een outlaw. Ik denk dat je hem zo... Papa wordt in de gevangenis gezet door Luan. Maar uiteindelijk blijft hij niet lief te zijn. Ik wil niet Luan. Zo doe je. Je gaat niet ook in de gevangenis in, maar je laat je... Ja, oh ja. Dan mag je nog een keer proberen. Oké. De
laatste scène in de gevangenis gaan we hier in een sheriff office opnemen. En Daniel en Luan die gaan nu Daniel in de gevangenis. En actie, kom maar. Dit was het dan, de backstage vlog van de cowboy clip. Dit cowboy liedje kan je natuurlijk op Luan zijn YouTube kanaal zien hoe die is. Luan, ben je gaan? Ja. En we gaan zo weer lekker een bad in de bed. En morgen weer een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan nog even met het team patatje eten en lekker in de douche en in bed. We hebben al gegeten, hè. Oh, jij hebt lekker gegeten? Ja, dan eet papa sheriff wel even. Wij zeggen leuk dat jullie erbij waren. Vond je weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. Dan zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen, blijf kijken, iets heel leuks. Voeg je hart, boom boom mee. Wees lekker met ons mee. De hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boom boom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom boom boom. Boom boom mee, dans mee en